Erwin, het zou goud worden, maar het werd een git zwarte dag. Ja, inderdaad. Als op zo'n manier... hij was gewoon de beste. Hij was gewoon de beste hier en hij had hier ook gewoon gewonnen. En dan is het heel spijtig dat door zo'n fout je gewoon je Olympische droom misloopt. Heb jij de beelden nog teruggekeken waar die fout is begaan? Ja, ik denk dat die beelden nu al bekend zijn. Kijk, er zijn hier natuurlijk 30 camera's rondom het stadion. En het is helemaal goed in beeld gebracht. Dus ik denk ook niet meer dat er een discussie gaat over van, nou, wat er allemaal gebeurd is. Daar gaat het eigenlijk ook niet om. Het is wel heel spijtig dat het gewoon gebeurd is. En dat, ik heb het heel erg te doen met Gerard. Want er zit natuurlijk helemaal geen opzet in. Dat is een perfectionist. Dat maakt het ook juist zo enorm spijtig. Het is een perfectionist. En dat is Sven Kramer ook. Hij laat niks aan het... niks, hij heeft overal de regie over. Hij bepaalt alles goed. Hij weet alles. Hij ziet alles. En Gerard is eigenlijk hetzelfde. En dat dan juist in zo'n samenwerking... dat het daar dan één keertje fout gaat op de Olympische Spelen. Ja, ik vind het echt heel erg voor beide. Voor Sven, maar ook voor Gerard. Heb jij wel eens zoiets meegemaakt? Nee. Nee. Ik moet zeggen, als ik dan terugdenk... Ik zelf niet, maar ik heb ook eens een keer ooit Jan Bos bij een WK Sprint... die vergat te wisselen op een 1000 meter. Kijk, je kunt natuurlijk onder zulke spanningen die er nu zijn... daar sta je normaal gesproken nooit onder. Dit zijn de Olympische Spelen en hiermee, ja, dit zijn ook de momenten... waarop zulke soort bizarre dingen gebeuren. Heb jij al met Sven gesproken? Ik heb hem heel kort even gezien en hij was heel erg teleurgesteld. Hij was echt helemaal kapot van. Ja, dat begrijp ik ook heel goed... want hij heeft natuurlijk 4 jaar lang hier naartoe geleefd. En dan begrijp ik zijn emoties heel goed. Eigenlijk was hij de beste, had de beste tijd. Ja, hij had ook de beste tijd, maar goed. Hij reed ook door, maar dan denk ik ook van ja, dat heeft ook helemaal geen zin om door te rijden. Want, maar hij wist het volgens mij niet. Hij wist het niet, maar voor mij, dat was wel een vraag. Wat ik eigenlijk, waarom rijd door? Hè? Waarom laat je hem doorrijden? Die jongen hoeft niet meer te bewijzen dat hij de beste schaatser is op de 10 kilometer. Dat heeft hij al 4 jaar lang bewezen. Dus in mijn ogen blijft hij ook wel gewoon de beste 10 kilometer rijder. Hij is geen Olympisch kampioen. Dat zal hij dan over 4 jaar moeten doen. Maar het kan een nog grotere held worden door deze actie tussen aanhalingstekens. Ja, zeker. En het zal hem in ieder geval ongelooflijk motiveren om toch weer een hele periode door te gaan. En hij is gelukkig Olympisch kampioen. Hè. Laten we dat gewoon niet vergeten. Hij heeft die 5 kilometer gewonnen. En hij kan er nog eentje winnen samen met de andere jongens op de ploegachtervolging. Dus het is al wel een hele grote. Maar hij wil groter dan groot worden. Nou, dan moet hij er even doorgaan.